Wij besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt tot en met morgen 11 augustus. In de avond en nachtelijke uren zal het lokaal tijdelijk bewolkt zijn. In het binnenland is er kans op een enkele lokale bui. Aan het eind van de nacht zal zich plaatselijk nevel en of mist ontwikkelen, voornamelijk in bosrijke gebieden. Morgen, 11 augustus, komen gedurende de morgenuren zonnige perioden voor. Voornamelijk in de middag zal er een toename zijn in enkele lokaal lichte tot soms kortstondige matige buien, die soms gepaard gaan met onweer en of windstoten. Dat zal voornamelijk in het kustgebied gebeuren, met een afname aan het begin van de avond. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen 11 augustus de verwachte gevoelstemperatuur hoger zal liggen dan de verwachte maximale temperatuur.